Allright, succes iedereen. Succes. Ja. Ik weet niet wat er... Ja, echt waar. Jezus. Ja. En ik kan weer binnen. Wel weer dan. Ja, ik kan weer binnen. Wacht even. Normaal mijn schuld toch? Mag ik helpen? Nee. Ja, oké. Okay. Beter om op het asfalt te rijden dan ernaast. Ah, oh, helemaal mijn auto kapot. Ja, ik heb echt elk aanraken. Ik snap het wel, ik zorg ervoor dat je niet smerig gaat racen, maar... Ik zou het wel erg vinden. Krijg je de pot niet meer vooruit? Alles is helemaal kapot. Echt alles? Ja, alles kapot. Ja, ik ook. Oh, ik heb nog een penalty van anderhalf. Nee. Ja, ik heb nu ook wel een penalty, denk ik. Oh, dat is goed. Ja, die wordt hier nu ingelost, Smash. Ja, precies. Je kunt dus niet meer afremmen tijdens het circuit, dus je zal altijd op deze vast punt. Ja? Oh, ja. Oké, dat is wel weer makkelijk. Het lijkt wel een harde band, hè? Ja, het lukt hetzelfde. Gebeurde alles in bocht 1? Yep. Yep. Ik moest de penalty inleveren. Nou, echt ook op het rechtstuk, dat is het kutste wat er is. Hey.
Yo, blast. Goed, man. Echt waar! Laat. Je hebt de bocht uitgestoven. Ja, zeg, kom jong. Zeg, hij komt gewoon buiten het circuit. Jesus Christ, zeg. Dus je gaat er niet weer stoppen. Meen ik er nu? Ik word er gewoon twee keer afgereden. Ja, dat kan gebeuren. Dus mijn goed signaal terug iedere keer terug naar de pits te gaan. Heel die natten aan de knoppen. Hij komt gewoon buiten het circuit, mist volledig zijn bocht en gaat niet afsnijden. Ja, dat kan toch gebeuren, Alvis? Dan hoef je toch niet te stoppen? Ja, maar dan moet die mij er toch niet afrijden. Dan moet hij toch remmen. Ik zit wel in de bocht, hè. Zeg. Ja, de race de replay maar eens kijken. Ja, het interesseert me niet. Aan die onzin doe ik niet meer mee, zeg. Prettige avond verder. Ghostje zat wel aan, inderdaad. Ja, oké. Wat zei je? De Ghostje staat toch aan. Ja, raar, dat was vorige keer ook, terwijl het uitstaat. Ja, behalve als Alvis bij jou in de buurt, zo gaat hij vanuit. Dan gaat hij uit. Ik werd teruggeplaatst op de baan. Dus ik weet niet of daar wat mee te maken heeft. Oh, dat kan ook. Ja, ook dat staat uit. Ja. Je hebt dus een Mercedes met een Red Bull livery. Dat vind ik wel. Dat vind ik wel heftig. Netjes, zo is goed. Fuck.
sorry, sorry. Oh, ja, ik heb het iets vroeger dan normaal, hoor, moet ik zeggen. Ja, ik schrok erop. Ik heb echt nog een enkele normale ronde. Ah, ik heb een straf. Wacht even, ik ga nu naar links. Yes. En waarom? De volgende ronde pakken dan zo. Lijkt het wel. Ja, een half seconde. Ja. Even een ronde wachten voor nader. Ja, overnieuw. Overnieuw gaan we. Oh, god. Mis ik zelf bijna op de boot. En ik mag nu binnen. Ah, verkeer mijn ruimte. Jezus. Ah. Ja, is een flashknop wel gevonden. Ik begrijp ook niet waar dat zo over gaat, maar... Eén keertje in bocht 1 zit ik iets te laat naar rechts. Maar hij doet het de hele tijd, dus ik heb geen idee waar dit mee te maken heeft. Of die knop is kapot bij me, dat zou ook kunnen. Ik heb echt werkelijk geen idee. Het zijn mooie battles in ieder geval. Nee, hij speelt zeker niet met controle. Oef. Oh, is dat de linker thumbstick? Daar begon mijn auto te glijden. Ik ben heel benieuwd welke band hij heeft. Medium heeft of hard? De hele tijd. Ik heb in één keer geen enige grip meer. Maar er is niks mis met de banden. Ik moet echt struggelen om hem nu binnen de lijntjes te houden. Dankjewel voor die support, appreciate it. Gonna take some time to do the things we never had. Tijd voor een subje op het rechte stukje. Subje op het rechte stukje, thanks man. Zo, Smash Broeken 3? Ja, de snelste ronde. Ja, de snelste ronde, what? Ja.
Ja, op mediums, hè. Ik pak straks nog de sols. Ben je al naar binnen geweest, Smash? Ja, aan het begin wel. Motorstuk. Ah, oké. Dus ja, het was redelijk snel klaar. Maar ik ben 3, zo kan het gaan, hè? Ja, ik wou net zeggen. Wat een verschil met de vorige race dan, hè? Ja. Op 3 rondjes. Ah, wat niet is, kan nog wel. Ah, je kan Spa redelijk dromen, hè? Dat is voordeel. Ja, precies. Is toch wel de classic.
Barrelwerks. Waar ga ik het? Met een Red Bull livery. Beetje te wijd, word je weer gereset op de baan. Nee. Ja, waar dan? Maar dat is weird, ja, man, want ik heb dat uitgezet. Okay. Reset op de baan en goals. Ik heb al die fucking shit uitgezet. Freaked. 5 seconden hebben we weer gekost. Ja. Ah, het heeft niet. Nou. Best wel eigenlijk. Blaas, je kan gewoon meedoen met controle, hè? Drive up is on the way. I hear you. But hoor je mij ook? Nog geen GT3 car. Wat een slappe fucking smoes. Ga je die kopen? Ja, dat is wel heel slecht, Les.
Hé hey, joh, dat is goed avond, man. Laatste poort. Weekend, what the fuck? Moonlight, dat is het allerbelangrijkste. Daar heb ik echt zin in, man. Ik heb echt van de week ook alleen maar Moonlight comics te lezen. Ik zie er eens wel hard ook, hoor. Vooral die uit 2014.
gaat vast wel verlengd worden, jongens. En dan gaan natuurlijk films komen met de Black Knight en Blade. Ik heb een PlayStation Challenge, stop op. Mesh, wat is gebeurd? Ik weet het niet. Ik heb wel een pitstop gehad in de tussentijd, maar... beetje teruggezakt. Geen snelste tijd meer. Ja, goeie op jou. Ik geniet altijd van Gran Turismo, man. Altijd. Behalve als ik voor 5 keer opnieuw een lobby moet aanmaken. Dat is iets minder. Voor de rest, fantastisch. Het gaat me een hoop tijd kosten. Wat gebeurt hier allemaal? Jezus! Hetzelfde wat ik had een paar rondjes geleden. In één keer alsof je banden helemaal weg zijn. Maar... het is nagenoeg geen slijtage. Wat had ik nu dus nog een boost? Waarom is hij zo versnellen? Misschien andere bandenstrategieën. Misschien heeft hij veel minder fuel meegenomen. Ik heb geen idee. Dat durf niet te zeggen, want daarvoor gingen we echt toe-de-toe. Hiervoor is een goede avond. Goeie exit heb ik, neem je dat helemaal mee lange rechtstukken.
Ja, Loki vond ik ook beter, maar... Ik wou niet zeggen dat Moon Knight niks bijzonders is. Ik vind het hartstikke vet namelijk. Dat is een hele aparte racelijn, Spot. Ja, sorry. Ja, maar dat is ook niet heel moeilijk, jongens. Voor mij is het tot nu toe nog steeds Loki op 1. WandaVision op 2. En dan komt er heel lang niks. Ja, Moon Knight, daar kan ik nog niks over zeggen natuurlijk. Dat is pas 1 aflevering. Maar die aflevering ziet er zeker goed uit. Het zou boven WandaVision kunnen komen. Superman, de serie? Die heb ik nog niet gezien, namelijk. Maar ik ben vooral benieuwd naar Loki seizoen 2. Ik ben benieuwd of het daar verder gaat, of dat we toch eerst moeten wachten op Quantumania. Daar zit de Kang ook in, natuurlijk, hè. Volgens mij is hij daar de main villain, dus... voor die follow.
super waardeloos op de weg. Thuis. Hallo. Ja, op een gegeven moment dan zijn die banden gewoon op. Die hard schijnt. Hoeveel procent bij jou? Maagdenbanden zitten denk ik op 65, 70. Zo, ja dan, dan zijn ze wel op. Dan moet je echt oppassen dat je niet gaat crashen. Binnen. Oh, ik krijg een blauwe vlag aan. Mooi moment. Morbius lijkt zo slecht te zijn en niet op die in de bioscoop gaat checken. Zal ook wel weer snel te huur zijn ofzo, dat doe ik hetzelfde als met Happy Carnage. Disney Plus. Dus dat let Debbie Carnage ook niet. Dan die Sony Spider-Verse film. We have a ready player. Ik heb de vorige keer had ik hem op Apple TV gehuurd, was 5 euro. 5 euro is prima. En No Way Home heb ik gekocht. Dat was volgens mij 15 piek of zo.
Ik heb gedaan dat de tijd met keer 5 wordt versneld, maar je ziet er niet heel veel van, hè? Je ziet er een beetje. Ja, ja, heel klein beetje, maar ik had gehoopt dat we in de nacht zouden eindigen. Ja, dan een paar rondjes. Dat gaan we niet meer redden. Dat is maar de...
force is strong in this one. Kut, daar gaan we sneller ronden. Godver, dat is niet wat je ging doen. Wat was? Thanks. Wacht maar, net. Irritant. Slecht. Ja, focus. Try, man.
voor de godver. Ik probeer iedere keer nog één snel rondje uit te persen, maar elke ronde maken we een fout. Als ik de tijd voor mijn top keer 10 had gezet, dan was het wel donker geweest. Woe, gefeliciteerd Groen. Oei. Zit in een biertje eigenlijk. Ik denk dat ik die wel heel heb gepakken. Oh. Jammer. Ik heb alles gegeven, dus ik kan mezelf in ieder geval niks kwalijk nemen. Behalve dat het gewoon snel had gemoeten.